Hij legt hem even buiten het 16 meter gebied. Er werd een Feyenoord neergelegd. En het lijkt me een correcte beslissing om daar geen strafschop voor te geven. Van Deinzen, Notte, ze zijn aanwezig. En het is Notte. En hij scoort. René Notte. 1-0 voor Feyenoord in de 18e minuut van de eerste helft. Jan van Deinzen, schijnbeweging over de bal heen. Notte, hij zoekt de goede hoek. 1-0 voor Feyenoord. En dat is een schitterende uitgangspositie voor het verdere verloop van de wedstrijd. Een goed genomen vrije trap. En het publiek, ja, dat vindt dat lekker. Stavler. Jan van Deinzen. En Van Deinzen. Vrij. Grote mogelijkheid, Jan van Deinzen. Wat doet Van Deinzen? Hij scoort. Jan van Deinzen. Hij scoort in de derde minuut van de tweede helft. En dat is heel belangrijk. En hij scoort met zijn rechterbeen. De uiterst linksbenige Jan van Deinzen. Hij brengt Feyenoord op een 2-0 voorsprong. En hij deed het zeer beheerst. Malinov en Gajdaliev. Hij komt nu. En weer goed geblokkeerd. Pierre Vermeulen. Helemaal alleen. En dit kan de beslissing zijn. En het is de beslissing. Pierre Vermeulen. In de 32e minuut van de wedstrijd gaat hij alleen door. En hij klopt doelman Stefanov kansloos. Het is 3-0 hier voor Feyenoord in de wedstrijd tegen Slavia. En het zit op rozen. Pierre Vermeulen in de 78e minuut. 3-0. En Hiele. En hier helemaal vrij Pierre Vermeulen. Pierre Vermeulen, Karel Bouwens. Bouwens alleen. En een goal. Karel Bouwens. Ja hoor, 4-0, 5 minuten voor tijd. Karel Bouwens, hij ontving de bal van Pierre Vermeulen. Pierre Vermeulen, schitterende pas naar Bouwens. En hij brengt de stand op 4-0 in de 86e minuut. Notte, Van Deinzen, Vermeulen, Bouwens. Zij waren de mensen die de overwinning voor Feyenoord gestalte gaven. Hier vanavond in het Feyenoordstadion. Feyenoord was sterker. Feyenoord wint heel verdiend. Het plaatst zich voor de halve finales.